Hoi mannen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik wat leuks doen, namelijk VR-bril. Ik doe het met de app Wegwijs, VR. Ja, ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan, dus het is ook echt serieus de eerste keer. Ik ga hem gewoon uitpakken. Dit is de tweede keer dat ik hem gebruik. De eerste keer was 3 jaar geleden, dus ik heb echt totaal geen ervaring meer met dit. Hij is wel mooi. Get him in. Kijk, zo kan je van binnen niks zien. En ik denk niet dat je hier je telefoon in moet stoppen, maar ja. Ineens. Hier zit dan zo'n klemmetje. Daar kan je dus je telefoon in zetten. En dan, als je er klaar voor bent, schuif je hem hier zo erin. En er zo weer uit. En dit staat mij sowieso heel erg lelijk. Maar dat maakt me natuurlijk niet uit. Jullie gaan denk ik gewoon hoe ik het zie zien. Ik denk dat ik dat ga doen. Dat jullie mijn beeld kunnen zien. En dan, ja, dat lijkt me leuk. Ik weet niet of... Dat ding staat me zo nou echt heel erg top. Nou, en als je iets aan me ziet, ik ben naar de kapper geweest. Best wel kort eigenlijk, maar ik hou er wel van. Die hele doos zie je ook. Er komt zoveel stof vanaf. Ik ga even de app starten en dan zien jullie nu het beeld. Oké, hier start ik dus de app Wegwijs. Als hij 100% en 8... van de 8 is, dan kom ik bij jullie terug. Dus tot zo. Hier heb ik dus al die 100% gehaald. Ik was hier echt super slecht in. Zoals je misschien wel al kan zien. Ik reed overal tegenaan. Hier moest je dus naar Wegwijs. En als je 3 sterren had, had je het super goed gedaan. En hier lees je gewoon de opdracht wat ik moest doen. En hier moest ik niet door de plas heen rijden. En nu heb ik weer 3 sterren. Toen moest ik weer overnieuw. Maar dan met veel grotere plassen en veel langer. Toen ben ik gewoon dik door de plassen heen gegaan. Omdat het ding gewoon niet luisterde. Maar ja, nu komt even een thema muziekje.
Hoi, ik ben er weer. Dit was een heel raar spelletje voor mij, want er stond VR. Ik heb niks met een VR-bril kunnen doen. Het zat maar de hele tijd hierin. En ik snap dat gewoon niet. Je kan ook op mijn VR-bril niet tikken. Dus als ik zo werkt echt niet of zo. En als je... Kijk, want hun denken waarschijnlijk... Ik zo'n VR-bril op deze kan tikken of zo, maar dat heb ik niet. Dus voor mij is dit echt een veel. Jongens, zet maar in beeld een veel. Maar dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Klik even op het duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En ja.